Ik ben genomineerd door Jacobine Geel voor de ALS Bucket Challenge. Nou, die uitdaging neem ik graag aan, want het is heel erg belangrijk dat er meer geld komt voor onderzoek naar deze vreselijke ziekte. Er is nog heel veel nodig en daarom doe ik graag mee. Ik op mijn beurt daag ook weer graag een aantal mensen uit. Om te beginnen Sascha de Boer, een van mijn opvolgers bij het 8 uur journaal. Jan Kimpen, voorzitter raad van bestuur van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. En Ingrid van Engelshoven, wethouder in Den Haag. Maar eerst ben ik zelf aan de beurt, vrees ik. De charmante vreselijk is dit. Goed, nou zo voelt dat dus. Ik wens jullie allemaal veel succes en ik ga nu doneren.